Goedemorgen, luisteraars, kijkers. Hartelijk welkom in onze dienst deze morgen. Heerlijk dat ik u mag verwelkomen in de naam van onze Heer Jezus. En u allemaal een hele gezegende dag mag wensen. Een hele gezegende moederdag voor alle moeders en al onze geestelijke moeders. De Heer zij u heel bijzonder nabij. En we willen met elkaar deze dienst aan de Heer opdragen. Zullen wij bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor het voorrecht dat wij een vader hebben in de hemel. Een hemelse vader die naar ons luistert en die ons ook wil zegenen, ook vandaag. Heer, wij leggen deze dienst in uw hand en we vertrouwen u dat u uw hand uitstrekt tot wonderen en genezing, tot betekenen, Heer, dat u mensen levens vernieuwt en dat u uw naam verheerlijkt door en te midden van deze dienst in de naam van Jezus. Amen. Voor mijn leven is ontstaan, had u een doel voor mijn bestaan. Beschreef mijn dagen in de tijd. U bent het die mij heeft gemaakt, wat u bedacht heeft is volmaakt. En daarom dank ik u altijd. Iedere dag is bijzonder. Halleluja. Ieder moment is een wonder. Dit is de dag die u mij geeft. U maakt mij blij. U maakt mij blij. Ik prijs u weer in alles. Dit is de dag die u mij geeft. U maakt mij blij. U maakt mij blij, ik prijs u weer. Al voor mijn leven is ontstaan, had u een doel voor mijn bestaan. Beschreef mijn dagen in de tijd. U bent er die mij heeft gemaakt, wat u bedacht heeft is volmaakt. Daarom dank ik u altijd. Iedere dag is bijzonder. Ieder moment is een wonder. Dit is de dag die u mij geeft. U maakt mij blij. U maakt mij blij. Ik prijs u weer in alles. Dit is de dag die u mij geeft. U maakt mij blij. U maakt mij blij. Ik prijs u weer. U maakt mij blij. U maakt mij blij. Ik prijs u weer. U maakt mij blij. U maakt mij blij. Halleluja. Ik prijs u weer. Ik prijs u weer. U maakt mij blij. Ik prijs u weer. Halleluja. Halleluja. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't. I stay no longer with you.
pleasures of sin. I stay no longer with you. I made up my mind to go God's way the rest of my life. I made up my mind to go God's way the rest of my life. Born again, born. Born, born, born again. Thank God I'm born again. Born, born, born again. Thank God I'm born again. Born, born, born again. Thank God I'm born again. Born, born, born again. Thank God I'm born again. Born of the water, born of the water, the spirit and the blood. Thank God I'm born again. Born of the water, spirit and the blood. Thank God I'm born again. Born of the water, spirit and the blood. Thank God I'm born again. Born of the water, spirit and the blood. Thank God I'm born again. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God? In the middle of this corona crisis, can we say, how great? How great? Our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And from that, kunnen we declare, He has the name above all names, hallelujah! Name above all names. Is our God. Sing with me how great. That's where you start. Is our God. And all will see how great. How great. How great.
Geliefden, we zijn bezig met ons onderwerp bidden. En niet alleen maar het onderwerp gebed, maar heel bijzonder bidden. In die zin dat wij willen leren hoe wij tijd kunnen doorbrengen in gebed. Over gebed praten en mediteren en denken is heel makkelijk. Maar om het te doen is een andere zaak. En God wil ons helpen dat wij allemaal in praktijk bidders worden. Mensen die weten hoe ze een uur in gebed kunnen doorbrengen. En wat je dan kunt zeggen. We hebben geleerd dat je altijd begint met het erkennen van je relatie met God. Door het kostbare bloed van Jezus mag je wedergeboren zijn. Een kind van God. En mag je God vader noemen. De geest van het zoonschap is in onze harten. En we kunnen zeggen Abba vader. En wat geweldig als je dat weet. In je relatie met God. Dat je een vader-kind relatie hebt. En van daaruit hebben wij gezegd, dan leer je te weten tot wie je je gebed richt. En dan ga je zeggen, Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. En dat is een tijd van dankzeggen, van lofprijs, van aanbidding. Bezig zijn met de Heer, jezelf helemaal vergeten. En opgaan in dat geweldige werk wat Jezus heeft gedaan op het kruis. Daar is Hij geworden onze voorziener. En onze voorziening, daar is Hij geworden, onze goede herder die altijd met ons is, die voor ons zorgt. Daar is Hij Jehovah Nissi. Hij heeft met zijn bloed betaald om elke strijd voor ons te kunnen overwinnen. Hij is onze Jehovah Shalom en we mogen Hem danken voor die bovennatuurlijke vrede die onze harten vult. Hij is onze Jehovah Tzidkenu en we mogen danken dat zijn gerechtigheid de onze is geworden en de zijne is meer dan genoeg om elk moment in Gods tegenwoordigheid te komen met vrijmoedigheid om Hem te loven en te prijzen. Hij is onze heiligmaking. Hij is er die de macht van de zonde heeft verbroken en ons nieuwe verlangens heeft gegeven. Hij is Jehovah Shammah, de God die daar is. En Hij is ons alles. Hij is de koning der koningen en de Heer der heerscharen. Hij is Jezus, onze heiland. Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald. En Hij stilt onze honger. Hij is dat levende water. Hij is die bron. Mensen, wat geweldig als je Hem mag loven en prijzen en mag stilstaan bij de Heere Jezus. En met David mag zeggen, ik wil de Heer ten alle tijden prijzen. Bestendig zij zijn lof in mijn mond. Mensen, wat een voorrecht dat wij zo tijd mogen doorbrengen in gebed en bij onze Heere Jezus. En het volgende wat wij zeiden, was dat we dan even stil werden en gewoon genieten van Gods tegenwoordigheid. Onze liefde verklaren, God in de ogen zien, Hem liefhebben en luisteren naar zijn stem die zegt, je bent mijn zoon, ik ben jouw vader. Je mag voor mijn aangezicht wandelen. Ik ben met je. Ik zal je nooit begeven. Ik zal je niet verlaten. Wat een geweldige rijkdom die je kunt putten uit dit gebed. En ik weet niet of u dat hebt onderkend, maar het gebed is gebaseerd op het woord. En dat is zo belangrijk, want Jezus zegt, als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Gebed is niets anders dan Gods belofte, zijn eigen woord, terugbrengen bij Hem en Hem herinneren aan wat Hij heeft beloofd en wat Hij is en wat Hij heeft gedaan op het kruis. En wat voor geweldige zegeningen Hij voor ons bereid heeft. Wat een relatie, wat een rijkdom, wat een binnengaan in die geweldige schatten van Jezus. Dat is bidden, binnengaan in het allerheiligdom. En ik daag u uit om dat met mij te doen, om daar uw huis te vinden, om de voorhoven van God, zijn allerheiligdom, dat we ons daar thuis voelen, dat wij wonen in Gods tegenwoordigheid en in de schuilplaats van de Allerhoogste mogen vernachten en tot de Heere kunnen zeggen, mijn God en mijn toevlucht, mijn God op wie ik vertrouw. Weet je wat het leven zo opwindend maakt? Een relatie met de levende God en die je dus ook in stand houdt doordat je tijd neemt om met Hem te fellowshipen. Quality time, zeggen wij, hebben we nodig in het gezin, met onze vrouw, met onze collega's, met hen die met wie we een relatie willen bouwen, maar heel in het bijzonder met onze Heere Jezus. Hij staat aan de deur en hij klopt en hij verlangt dat wij bij Hem binnenkomen. En vervolgens hebben wij gezegd, dan bidden wij Heer, uw koninkrijk komen. Niet alleen op deze hele wereld. Heer, we zien uit naar die toekomst waarbij Jezus koning is. Geweldig moment zal dat zijn. We hebben een hoop. Mensen te midden van een hopeloosheid. Vele mensen vragen zich af, wat gaat er gebeuren?
Wat is het nieuwe normaal? We hebben een globalisatie. En dankzij die globalisatie, we zijn één wereld geworden, is ook de pandemie zich zo snel kunnen verspreiden, het virus. En komt er zometeen een wereldregering. En controle over allerlei mensen. Een heleboel angstscenario's. Maar weet u, wij mogen de Heere verwachten. Wij weten, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Jezus zegt, als al deze dingen gebeuren, wees niet bezorgd zoals de wereld, maar hef uw hoofd naar omhoog, want uw verlossing genaakt. Mensen, we hebben een geweldige toekomst. We hebben hoop, te midden van de omstandigheden. En het kan misschien zwaar worden, maar ik wil u bemoedigen, met Jezus kunt u over een muur springen, in een legerbende inrennen. En u kunt alle dingen vermag u door hem die u kracht geeft. Dat is onze boodschap. Dat is onze redding. En we hebben gebeden, uw koninkrijk komen in de eerste plaats in mijn hart. Heer, wees de koning van heel mijn leven. En dan wees de koning van mijn echtgenoten, van mijn partnersleven. Wees de koning van mijn gezinsleden, van mijn familieleden. En een steeds bredere cirkel van contacten mogen wij brengen bij de Heer, onze natie. Alle kleine dingen mogen we bij Jezus brengen. En vervolgens mochten wij leren bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En we hebben gezien dat elke dag God opnieuw ons wil zegenen. Dat hij dagelijks verse zegeningen voor ons heeft. En dat het elke dag weer een verwondering is van wauw, het is niet oud geworden mijn wandel met God, maar het is nieuw en het is heerlijk fris. En Jezus is reëel en hij zegent mij en hij voorziet in al mijn noden. Hij voorziet in mijn blijdschap, in mijn kracht, in mijn overwinning, in de tegenwoordigheid Gods. Levend manna, hij vult me met de Heilige Geest. Er is zoveel rijkdom en we mogen bidden voor onze dagelijkse noden, voor onze oppas, voor onze auto. We mogen bidden voor onze dagelijkse voorziening. Al wat wij nodig hebben, wil de Heer Jezus voorzien. En u mag als een kind van God binnenkomen en u het brood der kinderen, u weet wat dat is, genezing. Ook daarvoor mogen we bidden en God vertrouwen. Dat is ons recht, dat is ons brood. Vandaag gaan wij avondmaal vieren en we gaan dat brood tot ons nemen. Het levende brood, Jezus. Want als je van hem hebt gegeten, dan zul je nooit meer hongeren. Dan krijg je overwinning over de zonde. Want hij is jouw alles. En als je alles vindt in hem, dan heb je geen gebrek. Dan kan niemand meer aan je tornen. Dan kan niemand meer je vrede stelen. Want hij zegt, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld. Maar een totale andere bovennatuurlijke vrede die alleen God kan geven. En dat is ons gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan komt er een heel bijzonder vers daarna. Want daar zegt de Bijbel, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Met andere woorden, deze twee versen horen bij elkaar. Geef ons heden ons dagelijks brood en wordt verbonden en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is zo'n mooie connectie. Want daar zien wij dat zowel God wil voorzien in het fysieke, in ons dagelijks brood. Maar hij wil ook zorgen voor een ziel die helemaal vrij is van schuld, van wrok. U weet, wij hebben vergeving nodig voor onze schulden. En wij moeten vergeven om een andere emotie die negatief is, wrok en bitterheid, kwijt te raken. Twee emoties die ons met ons leven gepaard gaan. Schuld, schuldgevoel, overtuiging van zonde, maar ook wrok. Die twee dingen gaat God mee dealen in dit vers. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als we bij God komen, ontvangen wij vergeving van onze schuld. En wij vergeven onze schuldenaren. En we worden vrij van bitterheid en wrok. Wat een geweldig antwoord. Jezus leert ons, zoals hij wil voorzien in alle noden die we hebben, geef ons heden ons dagelijks brood. Zo wil hij ook zorgen voor onze geest en onze ziel, voor datgene wat onze geest en ziel bezighoudt. Het is niet voor niets dat Jezus ergens zegt,
dat wij niet hoeven bang te zijn voor hen die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. En de andere plaats, dan zegt hij ons ook van, wat baat het een mens als je de gehele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Onze ziel is zo belangrijk. God wil dat er vrede heerst. Onze ziel is onze emotie, ons verstand, onze wil. En het is zo heel dicht verbonden met onze geest. Onze geest is datgene in ons wat God bewust is en wat met God mag wandelen en waarin Gods geest woont. En onze geest en ziel zijn zulke belangrijke elementen. En daarom zegt God ook, leer je ons bidden. Onze Vader, vergeef ons onze schulden. En gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik vind het zo'n mooi voorbeeld als je kijkt in Markus 2. Daar leer je bijvoorbeeld het belang van zondevergeving. U weet, het is het verhaal waarbij Jezus in een woonkamer aan het prediken is. Hij is in zijn eigen huis. En er komen 4 vrienden, die hebben een vriend bij zich. En ze kunnen niet binnen, want er zijn te veel mensen om de deur heen. Het huis is helemaal vol. Volgepakt en ze maken een weg door het dak. Ze breken het dak open en ze laten hun verlamde vriend zakken voor de voeten van de meester. En Jezus die staat op en die kijkt naar die man en die zegt, kind, uw zonden zijn u vergeven. En dat was natuurlijk een hele bijzondere uitspraak. Want wij zouden zeggen, ja, maar die jongen die komt toch niet voor zondevergeving. Die jongen komt voor genezing. Het is toch heel duidelijk, hij heeft genezing nodig, dat is zijn grootste nood. Maar Jezus zegt nee, de grootste nood is niet het fysieke. De grootste nood is dat zijn zonden vergeven worden. Uw nood, mijn nood, het grootste wat we hebben, is dat onze relatie met God helemaal in het reine is. Dat wij hem mogen kennen, dat wij hem kunnen aanbidden, dat wij een schoon geweten hebben, dat wij klaar zijn, niet alleen maar voor dit leven, maar ook voor het komende. Dat er geen wolk meer is tussen ons en God. Dat wij een totaal onergelijk geweten hebben, zoals Paulus dat noemt. Paulus die strekt zich er naar uit en wij mogen ons naar uitstrekken door het kostbare bloed van Jezus. Dat wij een volkomen schoon hart hebben met vrijmoedigheid om door de troon te gaan en met God te wandelen, hem te aanbidden en te leven vanuit die rijkdommen die God voor ons heeft. Wat een geweldig mooi verhaal. En Jezus zegt natuurlijk van, oké, ik ben ook geïnteresseerd in het lichaam. Eerst de vergeving van de zonde en dan de genezing van het lichaam. Hij zegt, wat gij mag weten, dat de Zoon des mens op aarde macht heeft om zonde te vergeven, zeg ik tegen u, sta op, neem uw matras op en wandel. En die man die krijgt kracht in zijn benen en hij begint te lopen voor de ogen van iedereen. En iedereen is stom verbaasd, omdat hij ziet dat vergeven van zonde, wat eigenlijk een veel groter werk is, want daar moest Jezus voor sterven, dat wordt uitgedrukt in die genezing. En dat is natuurlijk ook zo'n mooi voorbeeld, als wij vandaag spreken over het feit van dat wij mogen bidden, vergeef ons onze schulden. Dat betekent alle dingen waarmee ik bij u in het krijt sta, alle dingen die ik heb opgebouwd, zonde, tekortkomingen, zonde van omissie, zonde van commissie, allerlei dingen. Heer, ik heb een schuld bij u opgebouwd, want ik heb zoveel dingen niet gedaan die ik had moeten doen. En zoveel dingen wel gedaan die ik niet had moeten doen. Heer, ik heb een geweldige schuld, maar ik dank u dat ik mag bidden, vergeef mij, of vergeef ons, onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat is natuurlijk een heel moeilijk gedeelte dat je dat durft uit te spreken. Want daarmee bepaal je gelijk, in welke mate word ik zelf vergeven? Heel spannend. Maar weet je wat zo mooi is? De Heer Jezus die laat ons zien dat zonder vergeving ook genezing uitwerkt als het ware. En dat voorbeeld zien wij zo vaak. Ik vind het verhaal zo mooi van pastor Cho, hoe hij vertelt hoe die zuster bij hem kwam. En elke keer bad hij waarvoor. Ze had haar gezicht was helemaal vertrokken door een soort tia of een soort aanval. En ze kon maar niet genezen, hoeveel ook voor de bad. En plotseling op een dag gaf God hem het idee van, heb je mensen die je moet vergeven? En ze zei, ja, ik haat mijn schoonfamilie, want ik word misbruikt. En hoe hij haar kon helpen om te komen tot vergeven en los te laten. En op hetzelfde moment wordt haar hele gezicht trekt recht
en ze is volkomen genezen. En dit getuigenis hebben we vaker gehad, ook in Peru, waar een familie, een vrouw die aan artritis leed, radicaal genezen werd toen ze tot vergeving kwam. Het is zo heerlijk als wij leren om onszelf vrij te zetten, doordat wij leren vergeven. Natuurlijk is vergeven iets heel moeilijks, maar God wil ons daarbij helpen. Hij alleen kan het doen. En daar gaan we vandaag over hebben. Eerste plaats wil ik even zeggen, bij het eerste gedeelte stilstaan, daar staat er, vergeef ons onze schulden. Dat is zo belangrijk dat wij dat element kennen in ons leven. Natuurlijk hebben wij totale vergeving ontvangen van de Heer. Hij is onze gerechtigheid. De Bijbel zegt, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En de Bijbel zegt, wij zijn gerechtvaardigd door zijn genade, door zijn bloed en door het geloof. Mensen, we zijn totaal gerechtvaardigd. We mogen voor God staan alsof wij nooit gezondigd hadden. Dat is het ene aspect. God is een rechter, hij is een rechtvaardige rechter en al mijn zonden zijn op Jezus gelegd en al Jezus' verdiensten zijn aan mij toegerekend. Dat is volkomen vergeving en volkomen rechtvaardiging. Maar toch zegt de Heer Jezus ons, leer ons te bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat heeft meer te maken met God als vader. Een vader die wil dat zijn kinderen groeien. Dat er een groeiproces plaatsvindt. Je vader die zegt, hey, ga je even wassen. Was je handen, was je gezicht, neem een bad. En u weet wel het verhaal van Jezus die ons vertelt. Als hij bij Petrus de voeten wil wassen, zegt Petrus, nee Heer, dat gaat u bij mij niet doen. Maar Jezus zegt, als ik je niet was, heb je geen deel aan mij. En Peter zegt dan niet alleen maar mijn voeten, maar mijn hele lichaam. En Jezus zegt, nee, als je al gebaad bent, heb je niet nodig opnieuw te baden. Alleen je voeten. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij zijn gerechtvaardigd, we zijn geheiligd, we zijn volkomen nieuw. Maar wij leven in deze wereld en we besmetten onszelf. Soms ben je bezig misschien met een oneerlijke relatie. En misschien heb je een liefde die aan je vrouw toebehoort, verdeeld met een ander. Misschien heb je seksuele onreine gedachten. Misschien heb je geroddeld. Misschien heb je oneerlijk je belasting ingevuld. Er zijn zoveel dingen in het leven waar we mee bezig zijn, waardoor wij ons ontreinigen. We denken verkeerd, we laten soms bitterheid toe. Er zijn allerlei dingen die in ons leven gebeuren en die moeten wij bij de Heer brengen. De Bijbel zegt niet voor niets, jaag naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien. Jezus spreekt in Openbaring over, bekeer je als je je eerste liefde hebt verzaakt. Als Jezus niet meer alles is in je leven, de allerbelangrijkste. Want mensen, als je echt wilt bidden, dan moet je die relatie met God hebben. Halleluja, want dan kun je ook bidden met geloof. En dan weet je ook dat je als een kind in zijn huis wandelt en je bent rein. Het is zo belangrijk dat als wij gaan bidden, dit element van het gebed, dit noemen wij de tempelreiniging. Zoals bij koning Hiskia. Toen hij opnieuw de dienst van God wilde instellen, moest de tempel worden gereinigd en allerlei spullen van de vijand, afgoderij, moest uit het allerheiligdom naar buiten worden gebracht. Dit moment in ons gebed noemen wij de tempelreiniging. Wij hebben God aanbeden, we hebben hem gedankt voor ons dagelijks brood. En nu zeggen we, Heer, ik wil ook bij u komen en ik wil inderdaad in elk onderdeel op Jezus gaan lijken, in mijn gedachtenleven. Heer, laat mij zien. Een prediker die ik heel erg hoog acht, Pastor Cho, die leest elke dag, gaat hij door de 10 geboden. Niet als een wet, maar als een soort spiegel. En niet om hem te veroordelen, maar om hem te onderzoeken van, hey, heb ik de Heere God inderdaad als nummer 1 in mijn leven, heb ik andere afgoden? Heb ik andere dingen die belangrijk geworden zijn in mijn leven? Is mijn geld misschien belangrijker? Is mijn positie als pastor misschien belangrijker geworden? Is mijn vrouw belangrijker geworden? Heer, gij zult geen andere goden voor uw aangezicht hebben. Heer, u alleen bent mijn God. En gij zult geen gesneden beeld maken. Heer, ik wil geen andere images voor ogen hebben. Geen zondige dingen voor ogen hebben. Niets voor ogen hebben wat niet alleen maar Jezus is.
En dan bidt hij van uw naam worden geheiligd en de Sabbat, Heer, ik wil deze dag heiligen voor u. Laat mij elke dag een dag nemen, heel een bijzonder, om met Jezus te zijn. Ik wil uw naam heiligen. Heer, ik wil nooit zondigen met mijn lippen, maar ik wil uw naam alle eer en glorie geven. Soms zeggen we, ja, maar ik ben geen dief, maar Heer, help mij. En gij zult niet stelen. Ik wil niet begeren dingen die van een ander zijn. Ik wil niet moorden in mijn hart. Heer, ik wil volgens... Weet je, ik las het van gisteren of vanmorgen in de bergreden. En dat is zo geweldig. En dat is een hele hoge standaard. En dit gebed van het Onze Vader is een deel van die bergreden. En dat is zo mooi. Er staat bijvoorbeeld, zegt Jezus... Gij hebt gehoord dat het de oude gezegd is, gij zult niet doodslaan. En wie doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd, zal vervallen aan de hoge raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het helle vuur. Met andere woorden, Jezus geeft ons een hele hoge standaard. Het is niet meer als ik overspel bega, maar als ik alleen maar begeer een vrouw om haar aan te zien, dan ben ik een overspeler. Als ik tegen iemand zeg, je bent een idioot. Als ik iemand verkeerd aanspreek, zegt de Heer, dan ben ik al strafwaardig. Met andere woorden, God wil een hogere standaard. Het standaard van het koninkrijk. De bergreden in ons leven vestigen. En dan zegt hij, wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Met andere woorden, u hebt niets tegen uw broeder, maar u weet dat uw broeder iets tegen u heeft, misschien ten rechte of ten onrechte. Hij zegt, ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. En dan zegt hij, voorwaar ik zeg u, of gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken, maar ik zeg u, en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Etcetera. De Heer is heel streng. En als wij leren in hetzelfde bergreden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dan zegt de Heer, het is zo heerlijk dat je ook zondebesef mag hebben. Niet omdat wij door zondebesef gedrukt mogen gaan of leven onder een schuldbewustzijn. Nee, we mogen leven onder een gerechtigheidbewustzijn. Maar het is goed dat je hart ook zacht is. En dat je iets doet wat verkeerd is, misschien tegen je vrouw uitgevallen bent, dat je inderdaad durft te zeggen, schat, wil je me vergeven? Dat had ik niet moeten doen. Als ik iets verkeerd heb gedacht, Heer, dat wil ik niet, want ik ben een tempel van uw Heilige Geest. En dit hoort niet in mijn gedachten, dat ik zou begeren de vrouw van een ander, of wat ik onreinheid toelaat. Heer, wilt u me daar totaal van reinigen? Want ik wil zijn als Jezus in deze wereld. Dat is ons verlangen. Tijd voor tempelreiniging. De Heer die vertelt ons heel duidelijk in de psalmen, dat als ik onrecht had beoogd in mijn hart, zou de Heere mij niet gehoord hebben. Met andere woorden, God wil dat wij geen onrecht bewaren, maar dat wij alles uitleveren. Overal mee afrekenen. Wandelen wij 24 uur per dag in heiligmaking? Nemen wij elke gedachte krijgsgevangene die tegen het woord van God ingaat? Zeggen wij, Heer, ik wil heilig zijn zoals u heilig bent. Dat is een tijd van toewijding, een tijd van hartsonderzoek, een tijd van alle dingen bij de Heer brengen. Jezelf spiegelen aan het woord van God en zeg, Heer, laat uw woord in mijn leven een realiteit worden. Heer, ik wil een tijd hebben van belijdenis. Belijdenis betekent zelf te zeggen als God zegt. Als we onze zonde belijden, dan zeggen wij wat God zegt over de zonde. En belijden is verbaliseren, is toegeven dat wij bepaalde dingen gedaan hebben die we niet hadden moeten doen. En het is belangrijk dat we ernstig zijn met onze tekortkomingen. Niet er zomaar overheen stappen, maar ermee afrekenen. Echt ons jagen naar de heiligmaking. Het is zo belangrijk dat wij heiligen zijn voor Gods aangezicht. En dat wij mogen zeggen, Heer, vergeef ons onze schulden. Weet je, het is fijn als je een moment kent van verbrokenheid voor de Heer.
Een moment dat je inderdaad zegt, Heer, en weet je, dat gaat je ook helpen. Want het volgende gedeelte waar we gaan over spreken is, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar je kunt die ander pas vergeven als je beseft van hoeveel zonde jij zelf vergeven bent door de Heer. We kennen het verhaal van Matteüs 18, waarbij Jezus dat verhaal vertelt van die knecht die een heel geweldige grote schuld had bij de koning. Maar hij kon het niet betalen en hij smeekte de koning om vergeving. En de koning schold hem die hele grote schuld kwijt. En natuurlijk is het een parabel en Jezus die overdrijft ontzettend. Hij zegt daar, het is een schuld van miljoenen. Want hij wil een punt maken. En dat die miljoenen kwijtgescholden zijn door de koning. Maar dezezelfde knecht die heeft een medeknecht die hem een kleinigheid kwijt is, zeg in plaats van miljoenen, misschien een paar tientjes. En hij vindt zijn medeknecht en hij grijpt hem bij de keel en hij zegt, betaal me wat je me schuldig bent. Anders geef ik je over in de handen van de folteraars in de gevangenis. En natuurlijk is het een geweldige gelijkenis waarbij de Heer ons iets wil vertellen. Want de knechten, de medeknechten gaan het aan de koning vertellen van, die knecht die je zoveel miljoenen kwijt hebt gescholden, die heeft zijn medeknecht geen barmhartigheid bewezen, maar heeft hem met de keel gegrepen. En die koning wordt ontzettend boos. En hij zegt, ik ga je opsluiten en ik laat je pas vrij tot je de laatste penning betaald hebt. Wat betekent dat? Dat betekent dat deze man nooit had begrepen hoeveel hij vergeven was. En ik denk dat is zo belangrijk, dat wij altijd beseffen van, wauw, als je naar Golgotha kijkt, naar Calvary, dat je beseft dat Jezus daar stierf voor mijn zonde. Al was ik de enige persoon, was hij van de hemel gekomen om mijn zonde te dragen. En ik ben ontzettend veel in de schuld bij hem. Ik ben failliet. Ik kan niet betalen. En weet je, dat is een mooie gedachte als je beseft, want eigenlijk, ik was failliet verklaard. En ik kon niet betalen en hij heeft al mijn schuld op zich genomen. Hij betaalde de prijs. Want bij faillissement betaalt er iemand. De schuldeiser die met alle grote verliezen blijft zitten. En in dit geval de koning die al mijn schuld op zich neemt. En dan, als ik inderdaad het besef dat hij al mijn schuld heeft op zich heeft genomen, dan ben ik niet meer van mezelf. Want hij heeft mij als het ware gekocht en betaald met zijn bloed. Hij heeft al mijn schuld weggedaan. En ik kan dus niet meer iemand anders wel een schuld aanrekenen. Want ik ben zelf helemaal kwijtgescholden. Al mijn zonden. En dat is het punt. Hè? Als je beseft van dat je elke dag door genade alleen leeft. Dat jouw schuld was zo groot. En dat hij al mijn schuld heeft betaald. En dat ik dankbaar ben als een eenvoudige man. Net als die man op het, die tollenaar. Die bad, wees mij arme zondaar genadig. Niet als die fariseer die zegt, ik ben geweldig. Maar nee, dat zondebesef die zich op de borst slaat. En die het uitroept om genade. Dat is die houding die God wil bij ons. Opdat wij inderdaad totale vergeving ontvangen. Begrijpen hoe geweldig groot zijn vergeving is. En als wij dat beseffen, dan gaan wij ook geduld hebben en vergeving voor die ander. Het punt is dat je die ander niet wil vergeven, betekent dat je eigenlijk nooit hebt gesnapt wat Jezus voor je heeft gedaan. Vandaar dat de Heer zegt, want als gij hun zonde niet vergeeft, vers aan het eind, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dat betekent niet dat wij door werken onze redding kunnen kopen, maar het laat wel zien dat er iets ontbreekt in onze ervaring met God. Waardoor wij onszelf als het ware buiten die genade plaatsen. Want als je inderdaad beseft hoe geweldig Jezus is, en dat al jouw zonden zijn gereinigd. Wauw, dan ben je zo dankbaar. En dan vind ik dat vers ook zo mooi hè, van Jesaja. Dat wil ik eventjes met u lezen. Een heel bekend vers. Maar daar staat er. Want zo zegt
De hoge en verhevene die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. In den hoge en in het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelde te doen opleven. God wil dat wij die momenten kennen van verootmoediging. Van het zien op die troon der genade. En God danken voor dat geweldige werk wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat je met Paulus mag uitschreeuwen. He, Paulus is een geweldige worshipper, een man Gods. Maar die ook had gefaald. Maar die ook wist hoe hij tot God moest gaan. En hij zegt, was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dan zegt hij, schep mij een rein hart, o God. Kunt u alleen doen. Heer, u alleen kunt mij totaal veranderen. U kunt mij liefde geven voor mijn vijanden. U kunt mij veranderen. Heer, schep mij een nieuw rein hart. Doe het, Heer. Want ik heb u zo nodig. En Heer, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hij zegt, vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. En help mij om een geest te hebben die ander ook insluit. En die ander vergeeft en lief heeft. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Heer, ik wil aldoor voor uw aangezicht zijn. En neem uw heilige geest niet van mij. Daar wordt het gezonder, maar God had de geest niet weggenomen. Maar hij weet van, Heer, ik heb het totaal niet verdiend. En Heer, ik wil niets anders dan uw heilige geest in mijn leven. Neem uw geest niet van mij weg. Mensen, wat een gebed. Wat een mooi moment van tempelreiniging. Een moment van je hart voor God onderzoeken. Een moment mentaal door je gedachten en handelingen gaan van de afgelopen dag. En alle dingen bij de Heer brengen die Hij in je herinnering brengt. Beleiden aan God en aan je medemensen die het nodig is, waar je gefaald hebt. En al je behoeften voor de volheid van de Heilige Geest bij God brengen. Het is zo mooi, een moment van tempelonderzoek. De Bijbel zegt in Psalm 51, vers 19, de offerande God zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart, veracht gij niet, o God. En daarbij zegt in Psalm 139, vers 23 en 24, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten, zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wat mooi dat wij een moment zo voor de Heer kunnen zijn en werkelijk onszelf volkomen reinigen voor de troon van God. En weet je wat zo mooi is? Dat het bloed van Jezus reinigt ons van elke zonde als we onze zonde belijden, zegt de Bijbel. Maar in het verhaal wat ik u ook las van Marcus hoofdstuk 2, is het zo mooi dat deze man, deze verlamde, voordat hij heeft gevraagd om genezing of om vergeving, zegt Jezus, kind, uw zonden zijn u vergeven. Wat zegt mij dat? Dat betekent dat God een God is die gaarne vergeeft. Hij is een God van liefde. Hij is een God die mijn zonde uitdelgt als een wolk. Hij zegt, waar valt gij mij lastig met uw zonde? Ik ben het, om mijnentwil delg ik uw ongerechtigheden uit. Hij zegt, zover het oosten is van het westen, doet hij onze zonden van ons weg. Hij gooit ze in de vergetelheid. Hij zal ze nooit meer gedenken. Dat is onze God. Zo mooi, hè? Deze man. God zag in zijn hart, Jezus zag in het hart van die man, het uitroepen naar hem om genade, om vergeving, om genezing. Want op het moment dat je bij Jezus komt, dan komt er als het ware een besef van, hé, hier is een heilige. Zoals Petrus bij de visvangst. Hij zegt, ga uit van mij, Heer. Ik ben een zondig mens. Op het moment dat je zijn heerlijkheid ziet, dan kun je niet anders dan beseffen, hé, ik leef alleen maar door genade. God is zo heilig en er zijn nog zoveel dingen in mijn hart die daaruit moeten. Heer, delg ze uit. Dat is zo geweldig. Dat is een moment van verbrokenheid. Een moment van roepen tot God. Doorgrond mijn hart, Heer. Kijk van binnen. Heer, want ik wil totaal schoon zijn. Ik wil met u wandelen. En de Heer, ook als wij het niet beleden hebben, hij ziet de roep van ons hart. Hij ziet het verlangen. Zoals bij deze verlamde man. En voordat die man iets had kunnen uiten, zegt hij, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.
Dat is onze God. Hij is een God die veelvuldig vergeeft. Als hij tegen ons leert dat wij 7 x 70 moeten vergeven, hoeveel te meer wil hij u vergeven? Wil hij u zijn armen sluiten? En dit moment van gebed is geen moment van veroordeling, maar het is een moment van opruiming, van schoonmaken, van jezelf weer helemaal focussen op die heiligheid en op Jezus, hem zien, heel duidelijk voor ogen. Ik vind het verhaal zo mooi van Leonardo da Vinci, die in Rome geweldige schilderingen maakte. Hij maakte het avondmaal. En de geschiedenis zegt, voor de figuur van Judas koos hij iemand die hij kende en waar hij een grote hekel aan had. En hij tekende het gezicht van die man die hij haatte in de persoon van Judas. Maar hij kon niet slapen. En hij probeerde de figuur van Jezus te schilderen. Maar hij kon Jezus niet duidelijk voor ogen krijgen. En hij kon niet slapen en hij worstelde ermee. Tot hij plotseling ontdekte, nee, ik kan Jezus niet zien, want ik heb haat in mijn hart. En hij veranderde het gezicht van Judas. En plotseling zag hij weer heel scherp Jezus voor zich. En hij kon Jezus schilderen. Als wij onze harten opruimen, als wij vergeven, als wij loslaten, als wij zeggen, Heer, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heer, we laten los allemaal die ons pijn hebben gedaan. We vergeven ze. Dan zegt de Heer, dan heb je eindelijk gesnapt wie ik ben en wat ik voor jou heb gedaan. En dat ik je alles wil zijn. Weet je, je kunt pas totaal vergeven wanneer je heel klein wordt, heel nederig. En beseffen, jij bent niet beter dan die anderen. En beseffen dat je helemaal door genade leeft. En niet alleen maar dat je door genade leeft, maar dat je ook zoveel liefde hebt ontvangen van de Heer. Waardoor je vanuit zijn liefde kunt vergeven. Vergeven in je eigen kracht is onmogelijk. Is heel moeilijk. Maar wanneer wij anders leren denken en ons hart anders wordt, en wanneer de liefde van Jezus zo reëel wordt, dan kunnen we vanuit zijn liefde loslaten en vergeven en doorgaan en weten, God is met ons. Mensen, ik wil u uitdagen om een nieuw mens te worden. Dit gebed gaat uw leven veranderen. Als u op uw knieën gaat, als u weet zich te verootmoedigen, als u leert Gods troon aan te raken en om opnieuw gevormd te worden naar zijn beeld, laat Jezus scherp voor ogen komen. Vind alles in hem. En dan kunt u ook loslaten en vergeven. Mogen de Heer u zegenen. We gaan zo met elkaar aan het avondmaal. En ik wil u uitnodigen om uw brood en wijn te nemen. En om samen heerlijk te vieren dat wij vergeven zijn. En dat wij ook één lichaam zijn. Dat wij de ander kunnen vergeven. Weet je, als je niet vergeeft, breng je schande aan de Heer. Je doet hem verdriet. Je brengt een scheuring in de gemeente. De wereld die toekijkt zegt van, kunnen jullie niet eens lief hebben? Wat doe ik in de kerk? Weet je, het is zo belangrijk. Als je vergeeft, dan raak je je bitterheid kwijt. Want bitterheid is natuurlijk iets wat niet hoort in het leven. En we weten het allemaal, dat gezegde. Hè, bitter zijn op iemand of iemand haten in je hart is gif drinken en verwachten dat die ander sterft. Maar nee, die ander sterft niet. Jij sterft. Dat gif maakt, brengt jou in die gevangenis, wat die koning vertelde in Matteüs 18. Je komt in de gevangenis van bitterheid. Maar de Heer wil ons vrijmaken. We hebben bevrijdingsdag gevierd. Vrijheid. Jezus heeft ons vrijgekocht op het kruis. Hij heeft al mijn zonden vergeven. En als ik vergeef, dan wordt mijn bitterheid uit mijn hart weggenomen. En dan ben ik waarlijk vrij. Wie de Zoon vrijmaakt, is waarlijk vrij. Laat Jezus vanmorgen het juk van de zonde in uw leven verbreken. Laat hem verbreken de banden des doods, van de haat, van de bitterheid. Zeg, Jezus, ik heb u nodig. Ik kan het niet zonder u. En als je tot hem roept met je hele hart, dan gaat hij je helpen. Niet door te denken aan wat de mensen je gedaan hebben, maar te denken aan Jezus. Aan zijn liefde voor jou. En vanuit die liefde komt de liefde in je hart. God zegen u rijkelijk. We hebben zometeen met elkaar het avondmaal. We gaan vieren dit geweldige offer van Jezus. Het bloed en het lichaam van de Heer. Amen. Thank you.
Heerlijk dat ik u mag uitnodigen aan het avondmaal des Heren. Het is niet het avondmaal van Pieter Nobbo, het is het avondmaal des Heren, waarin wij als huisgezin van God samen mogen komen. En zoals wij geleerd hebben, het Onze Vader is zo'n mooi familiegebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, en we mogen dat samen bidden. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk, uw wil geschieden. Maar ook geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Het is een familiegebed. God wil dat wij samen bij elkaar horen. Vandaar dat de Heer Jezus het brood nam en zegt, hoeveel korrels ook hierin zijn van meel, hoeveel graankorrels ook gemalen zijn, het is allemaal gebakken tot één brood. En om het brood te krijgen natuurlijk was een heel proces. Eerst moest het verbouwd worden, moest worden geoogst. En toen moest het meel worden gemalen tot één. En uiteindelijk gekneed en deeg gemaakt en in de vurige oven voor wij dit allemaal kunnen eten. En dat is natuurlijk ook een beeld van wat met Jezus is gebeurd. Hij is geplant in deze wereld, hij heeft vrucht gedragen. Maar hij is als een graankorrel ook in de aarde gegaan, gestorven. Om nog veel meer vrucht te dragen. En hij is door de vurige oven van het lijden gegaan. Hij is verbrijzeld op dat kruis voor onze zonde. Wat geweldig, hè? Hij heeft die geweldige prijs betaald. Die miljoenen die we hem niet konden betalen, heeft hij op zich. Wij waren failliet, maar hij heeft het faillissement
op zich genomen, geabsorbeerd. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft die pijn geleden. Opdat wij totaal vrij mogen zijn. Wat een vrijheid. Als je miljoenen bij de bank schuldig bent. En je dreigt alles kwijt te raken. En een ander betaalt voor jou. En je bent vrijgesproken. Je kunt jubelen en springen en danken. Je kunt iedereen omhelzen. Je vijanden omhelzen. En je kunt zeggen, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is het beeld van dit avondmaal. Het met elkaar vieren. En ik vind het zo mooi dat juist dit avondmaal komt met dit onderwerp van vergeef ons onze schulden. Want dat is wat avondmaal ons uitbeeldt. Het verbroken lichaam van Jezus. Hoewel veel graankorrels is het maar één brood. En God wil ons ook zo eraan herinneren dat wij één zijn met elkaar. Dat wij elkaar moeten vergeven. Dat we elkaar moeten liefhebben. Dat wij die standaard van het koninkrijk moeten handhaven. Van de bergreden. Zelfs in je gedachten mag je niet zondigen. En als je dat hebt gedaan, dan mag je het bij de Heer brengen. En zijn bloed reinigt je van elke zonde. En je mag de ander in de ogen kijken met de liefde van Jezus. En je mag het vieren. Avondmaal is natuurlijk het vieren van het familie zijn. In het Oude Testament, bij het paasfeest, was er een lam per gezin. Als het gezin te klein was, werden er mensen bijgebracht om samen van dat lam te eten, hun te voeden. En ze gingen de woestijn in. En er was in hun stammen niemand die struikelde. Niemand was ziek. Hun kleren versleten niet. Hun schoenen niet. Want ze hadden gegeten van dat lam. En mensen, als dat schaduwbeeld, het lam in het Oude Testament, zoveel kon doen voor de mensen, hoeveel te meer het ware lam van God, dat de zonde der wereld heeft weggenomen. En waarvan de Bijbel zegt, in zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus zegt dat wij zijn dood mogen gedenken. Hij zegt hier, wat zal ik u zeggen, zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet, want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. De dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. En ik denk als hij aan het lichaam van Jezus dachten daarna, dan wisten ze, wauw, dat is het lichaam wat helemaal wordt kapot gemaakt aan die schandpaal waar hij werd gestriemd. Hij werd verbrijzeld en door die striemen is ons genezing geworden. En dan zegt hij evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Het is allemaal om te denken aan Jezus. Dat hij zo levend voor ons is. Dat wij elk moment leven vanuit die volheid, vanuit die realiteit. Hij zegt, want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren. Totdat hij komt. En je mag proclameren de dood des Heren. Heer, ik proclameer, door uw striemen ben ik genezen. Ik proclameer, toen u uw bloed gaf, Heer, ben ik volkomen gereinigd. En ik heb de duivel overwonnen door het bloed van het lam en het woord van mijn getuigenis, mijn proclamatie. En ik heb mijn leven niet lief tot in de dood, want ik ben gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Ik ben zijn eigendom. Ik heb niet langer een eigen wil, maar zijn wil geschieden. Ik heb niet langer een eigen koninkrijk, maar hij is de koning van mijn hart. En daarom mag ik weten, mijn zonden zijn mij vergeven, zoals ik ook door Jezus vergeven ben, mag ik ook elk ander vergeven. En ik kan het alleen maar doen omdat Hij bij mij is. Omdat door dit brood ik Hem tot mij neem. Zijn leven mijn leven maakt. Zijn gezondheid mijn gezondheid maakt. Zijn karakter mijn karakter maakt. Zijn liefde mijn liefde maakt. En door dat bloed mag ik gedenken dat al mijn zonden zijn gereinigd. En dat constant het bloed van Jezus doorgaat mij te reinigen. Ik vind dat zo mooi bij die verlamde. Voordat hij had kunnen vragen. God zag het verlangen naar Jezus in zijn hart. En hij zegt, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. En ik wil u zeggen vandaag, uw zonden zijn u vergeven. Als uw hart uitgaat tot God, is daar dat reinigend bloed. En mag u staan voor de troon, alsof u nooit had gezondigd. Zonder enig schuldgevoel of aanklacht.
Want hij heeft alles betaald met zijn bloed op dat kruis. Zo mogen wij nu met elkaar, en ik wil u uitnodigen, naar uw broeder en zuster zich te wenden. Samen neem het brood als gezin en komt u samen om de tafel des Heren. Ik wil het met u vieren, dat wij samen gedenken dit geweldige offer van onze Heer Jezus. En we gaan onszelf gezond eten. We gaan onszelf deelnemen. En Jezus zegt, en zij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je geen leven. Maar als je mijn vlees eet, heb je leven. Als je mijn bloed drinkt, heb je leven. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Je hoeft nergens anders te zoeken. De ware drank en het ware spijs vind je bij Jezus. Hij wil ons allen zijn. Zullen wij samen een stuk brood nemen en God danken voor het lichaam van Jezus. En hem danken dat hij voor jouw zonde is gestriemd. Dat hij al jouw ziekte en zonde op zich heeft genomen. Dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. Hij is verbrijzeld. En wij mogen genieten van al de rijkdommen die koning Jezus voor ons heeft betaald op dat kruis. Ik wil het toch even met u lezen, want het is zo mooi. Daar staat er, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Het was mijn zonde, waardoor hij doorboord zijn lichaam. De nagels in zijn handen en voeten. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. We wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere, de Vader, heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Al mijn zonden, al uw zonden zijn op Jezus gelegd. En al zijn gerechtigheid, al zijn verdiensten zijn op ons gelegd. Mijn vuile kleed heeft hij aangetrokken en ik mag zijn wonderbare kleed, klederen des heils, der gerechtigheid, mag ik aantrekken. Hij heeft mij bekleed, hij heeft mij een feest gegeven in mijn hart. Wat een geweldige verlosser, wat een geweldige Heer mogen wij denken. De Bijbel zegt, ik verblijd mij zeer in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Laten we God danken voor het lichaam van Jezus, dat we met elkaar dit brood mogen nemen. Vader, ik dank u voor dit brood. Waar wij bij u mogen gedenken, Heer Jezus. Uw liefde, uw offer, uw lijden. Dank u wel. Dank u, Jezus. Amen. Zullen wij het nemen? Dank u dat u voor mij verbrijzeld bent. Dank u voor uw offer. Dank u dat ik u tot mij mocht nemen. Dat ik genezen ben in uw striemen. Heer, u bent mijn gezondheid. Ik dank u dat er geen ziekte kan standhouden in mijn lichaam. U, de Heer, bent mijn heelmeester. Jehovah Rofeka. Dank u. Uw naam wordt geheiligd in mij. Dank u, Vader. In Jezus' naam. De Bijbel zegt ons, na de maaltijd nam hij ook de beker. Evenzo ook de beker na de maaltijd afgelopen was en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Het oude verbond was geweldig,
Maar dit is het nieuwe verbond. Met zijn eigen bloed, een bloedverbond, gaat hij met u en mij aan. Dat hij ons gekocht heeft met zijn bloed. Wij zijn van hem en hij is van ons. Hij leeft voor ons en wij mogen voor hem leven. Het lichaam is voor de Heere en de Heere is voor het lichaam. Hij is onze verlosser en wij zijn de verlosten des Heeren. Hij is onze herder en wij mogen zijn schapen zijn. Hij zorgt voor ons. We hebben een verbond met hem. Hij zal voor ons strijden. Hij zal ons beschermen. Dank u Jezus voor uw kostbaar bloed. Wat een beeld is van al mijn zonden die gereinigd zijn. Uw bloed was mij witter dan sneeuw. En ik dank u dat ik uw bloed tot mij mag nemen. Dat ik mag gedenken dit nieuwe verbond in uw bloed, Heer Jezus. Waardoor er totale reiniging is. Heer, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Bloedfontein, zo schoon en rein. Ere zij het bloed van Jezus. Vrolijk kan ik voorwaarts gaan, zegt het lied. Door het dierbaar bloed van Jezus. Door dit bloed, mensen, zijn wij vrijgekocht. Zijn wij gerechtvaardigd. Zijn wij geheiligd. Zijn wij nieuwe schepselen geworden. Is God onze Vader geworden. Hebben wij overwinning over elke macht van de vijand. Dank u, Heer Jezus, voor uw kostbaar bloed. Zullen wij met elkaar het bloed drinken? Vader, dank u wel voor deze beker. In Jezus' naam. Amen. Neemt u en de Heer zegen. Kunt u in uw woonkamer even een moment uw ogen sluiten en God danken om de beurt. Zeg dank u Heere Jezus voor uw kostbaar bloed. Dank u voor totale vergeving. Dank u voor uitdelging van mijn zonde. Dank u dat u mij bekleedt met Christus Jezus. Dank u Heer dat ik een nieuwe schepping ben. Dank u voor dat kostbare bloed. Wat spreekt van verlossing. Van genezing, van overwinning. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u voor het kostbare bloed. Want daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Wilt gij van zonden en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed, kracht in het bloed. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht, wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Neem het tot u en dank de Heer met uw hele hart. Amen. Geliefde, wat fijn dat wij deze dienst met elkaar mochten vieren. Als één lichaam. We bidden voor elkaar in deze tijd van afbouw van de corona. Blijf waakzaam, maar vol geloof, zonder enige vrees. Vertrouw de Heer voor uw bescherming. En dank de Heer voor Curaçao dat wij de corona hier althans voorlopig hebben uit kunnen bannen, maar dat de Heer onze beschermer is en ons wil bewaren op dit eiland. En dank de Heer dat wij weer samen mogen komen. Volgende week komen wij weer samen. We mogen samen komen in principe met groepen van 50. En we zullen via de app u benaderen, de gemeente-app. Als u nog geen lid daarvan bent, geef uw naam even op bij Lucas of bij mij. Dat we u toevoegen, zodat u alle berichten van de gemeente-app kunt lezen. En kunt leren hoe wij samen gaan komen aanstaande zondag. Mogen de Heer u rijkelijk zegenen. En ik zegen u in de naam van onze wonderbare Heiland. Het Lam van God die de dood heeft overwonnen. Die leeft in alle eeuwigheid. Wees gezegend in de naam van onze Heere Jezus. En mogen de liefde van onze Hemelse Vader uw hart vullen. En de gemeenschap van de Heilige Geest u allemaal omringen en u dragen. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.